ben Alice. Ik ben amateurfotograaf. Ik ben een paar jaar geleden begonnen met natuurfotografie. Ik ben hier terechtgekomen omdat ik ben uitgenodigd door het Wereld Natuurfonds om een workshop te doen met Frans Lanting. Komt omdat ik een wedstrijd had gewonnen van de Frans Lanting Award. Die foto van Alice, die vond ik zelf heel bijzonder. Drie wespen in een achtertuin, dat is iets heel algemeens. Maar daar heeft ze iets heel creatiefs mee gedaan. Door die wespen te laten neerkomen op een spiegeltje waar dan wat suikerwater op zat. Dat is iets creatiefs toevoegen aan een situatie. En dan komt er iets heel anders uit. Ik ben Cynthia ten Bras en ik doe aan fotografie. En fotografie is echt mijn uitlaatklep. Daar kan ik lekker mee bezig zijn. Ja, mijn bedoeling is om dat daar toch wel straks ook wel in verder te gaan. Die foto van Cynthia, die was natuurlijk iets heel anders. Het was een jaguar met een hele intense manier van loeren. En die foto is door iedereen in Nederland gekozen als de beste van de groep van geselecteerde foto's die wij als jury bij elkaar hebben gesprokkeld. Ik verwacht vandaag eigenlijk een hele fantastische dag te hebben, want om met Frans Lanting op pad te gaan is natuurlijk al een hele eer. En om dan ook nog van hem te mogen leren is natuurlijk eigenlijk ook nog fantastisch. Ik hoop dat Frans ons iets gaat vertellen over hoe zijn werkwijze is. Ik wil gewoon graag zien hoe hij de dingen aanpakt en hoe hij kijkt. Dat is met name heel interessant. De Oostvaardersplassen, dat is een uniek gebied. Niet alleen voor Nederland, ook voor Europa. En ik denk zelfs voor de hele wereld. Het is een stuk oer-Nederland. En die massaliteit van die paarden en die herten en die hekrunderen die daar rondlopen, dat vind je nergens anders. En vandaag hebben we dat zelf kunnen meemaken met die grote kuddes paarden. Met de veulentjes erbij, de drachtige merries en de stijgerende hengsten. Het kon niet beter. Visueel gezien is er van alles en nog wat te doen hier. Veulentjes en moeders erbij en dan natuurlijk die hele kudde. En hier en daar wat dooie bomen, die kunnen ook een mooi element opleveren voor de compositie. Mooie rietkraag op de achtergrond. En dan het licht. Kijk, de zon die schijnt hier aan de rechterkant. Dus die komt zo op die paarden af. En dat is eigenlijk wel mooi, want het geeft een beetje een strijklicht, hè? Dus ik denk dat dit een hele mooie opstelling is. Kijk eens, heel jong veulentje daar. Ah, mooi zeg, kijk eens aan. Laat je nog even zien. Nou, wat een brekenbeentje, hè? Ja, dit is mooi. Nu hebben we het hele familietafereel, hè? Fotograferen, dat is niet alleen op een knopje drukken. Je moet echt gaan kijken. En je moet je een beetje bezinnen op wat er voor je staat. En je moet gaan nadenken, niet alleen over je onderwerp, maar ook over je voorgrond en je achtergrond en hoe je je opstelt. En natuurlijk hoe je met dieren omgaat. Kijk, daar gaat hij weer. Gewoon even daarbij blijven, want dat kan best iets heel moois opleveren. Kom op. Het was een fantastische dag, want ik heb de wilde koningspaden kunnen fotograferen en die stond bij mij op nummer 1. Dus mijn dag is echt fantastisch. Wat echt voor mij belangrijk was, en dat was ook echt duidelijk vandaag, is hoe Frans kijkt, waar hij naar kijkt. Daar heeft hij heel veel over uitgelegd, van wat zie ik, waar kijk ik naar, wat zoek ik en wat ga ik dan doen en hoe benader ik de beesten. Mijn algemene indruk vandaag was dat ik Cynthia en Alice naar huis zag gaan met een grote grijns op hun gezicht en met allerlei nieuwe ideeën over fotografie. En daar gaat het om. Ik roep jullie allemaal op om dit jaar ook mee te doen aan de WNF Lanting Award.
Richt je camera op wereldnatuur in Nederland en laat zien hoeveel er hier ook nog is in ons kleine landje.